Dit is de grote Bavengels boekenboom. De grote Bavengels boekenboom die verleent zijn naam aan onze straat. Onze straat heet de Grote Bavengelsweg. De boom is ontstaan eigenlijk in 2014. Toen in 2014 was hier een klein boekenkastje die ik had geplaatst. Waarbij mensen dus boeken konden ruilen. Dat is in Bonnebroek, heeft men dat eigenlijk te horen gekregen. En hebben mij gevraagd om een soortgelijke constructie eigenlijk op te zetten in het dorp zelf. Sinds 2014 ben ik dan ook medeoprichter van de bibliotheek, samen met de beheerster van het cultuurhuis in Bonnebroek, van de bibliotheek Het Broken Book. Dat is een concept wat eigenlijk is ontstaan waarbij mensen dus boeken kunnen inleveren en gratis boeken weer mee kunnen nemen. En dat werkt als een tierenlier. En dat concept dat hebben we dus nu eigenlijk doorgetrokken. En die boeken mogen we dus nu ook gebruiken voor de boekenboom. Om een hele grote boom te vinden, het is toch weer gelukt. Niet helemaal alleen door mij, hebben meerdere mensen meegezocht. En het is een hele oude eik met een mooie knoestige uitstraling. Het valt niet altijd mee om een mooie eik te vinden waar een beetje figuur aan zit. Meestal zijn ze statig en recht, ook prachtig. Maar voor dit doel wilden we eigenlijk iets anders hebben. Deze boom is iets kleiner wat doorsneden betreft. Daarom hebben we er een kast in gemaakt die aan beide kanten toegankelijk is. Eén iets grotere kast die op zich vochtdicht gemaakt is. Hij is van mooie eiken gemaakt, in een kershouten kleur gebeitst en gelakt. Beste mensen, wat mooi om hier vandaag te zijn bij de opening van de grote Bavengels boekenboom. Wat kunnen jullie als initiatiefnemers, als betrokkenen, als omwonenden, eigenlijk wij allemaal ontzettend trots zijn op wat hier nu staat. Het is echt een prachtige mini-biep die opgaat in de natuur. Het is echt een supermooie boom. Ik had nooit verwacht dat zo'n soort boom uiteindelijk het resultaat zou zijn van zo'n initiatief met elkaar. Hartstikke mooi. En nogmaals, ontzettend veel complimenten voor iedereen die er heeft aan bijgedragen dat deze boom hier nu staat. Een aanwinst voor het gebied en een aanwinst voor iedereen. Dankjewel dat je dit hebt mogelijk gemaakt met het grote team om jou heen. Compliment. Ja, gebeurt. Super. Ja, gaan we zeker kijken. Ik neem nog helemaal een aantal boeken mee. Ja. En ik zal ook hier iets in het gastenboek schrijven. Fijn. En nogmaals gefeliciteerd.